Klok is mede mogelijk gemaakt door Doornenbal Telecom. Doornenbal, voor netwerken, cloud, VoIP en observatie. Goedenavond, welkom bij Hooi Centraal. Vandaag gaan we het hebben over de volgende onderwerpen, namelijk opening van de tuin op Nijverdal, Ladies Night, kerstpakketactie, verder nog sport, politiek en natuurlijk de culturele agenda. Maar we beginnen met de actualiteit van afgelopen week. Elk jaar op 5 december krijg ik al een kleur. Ik weet wat me te wachten staat, een schimmel voor de deur. Maar het ene jaar komen ze wel en het andere jaar weer niet. Want Sint heeft het dan blijkbaar druk, want zien doe ik ze niet. We staan hier op het schoolplein van de Ark in Daarle. Alle kinderen staan al te wachten en een van de Zwarte Pieten is al aangekomen. Daar komt Sinterklaas al aan. Hé, dit jaar is Sinterklaas op een motor naar de Ark gekomen en de Zwarte Pieten rijden met een bakfiets achter hem aan. Maar waar is zijn paard gebleven? Even luisteren naar wat Sinterklaas erover zegt. Sinterklaas, waarom bent u met de motor? Wat is dit nou weer? Mijn paard was een beetje ziek. We zien dat Sinterklaas naar binnen gaat om zijn verjaardag met alle kinderen te vieren. De kinderen zitten gespannen te wachten op wat er gebeuren gaat. Maar die Zwarte Pieten, die maken er wel een puinhoop van, zeg. Dan mogen de kinderen Sinterklaas ook nog even een handje geven en zingen ze hem vrolijk toe voor zijn verjaardag. Wel gefeliciteerd, wel gefeliciteerd, wel gefeliciteerd. Inmiddels zijn we in Haarlem bij basisschool op weg. Ook hier wachten de kinderen op de komst van Sinterklaas. Terwijl alle kinderen wat zingen en uitkijken naar de Sint, zien ze Zwarte Piet op het dak van de school. En hij durft er blijkbaar niet meer af. Daar komt de brandweerauto aan. Hij stopt hier voor de deur van de school. Op het dak zitten allemaal Zwarte Pieten. En Sinterklaas stapt uit de brandweerauto. Zou er zo'n brand zijn in de school? De brandweermannen halen hun ladders van de wagen. Nee, ik zie het al. Ze helpen Zwarte Piet om van het dak te klimmen. De Pieten zijn blij dat ze elkaar weer veilig op de grond zien. Dan gaat Sinterklaas naar binnen om zijn verjaardag met de kinderen te vieren. Eerst samen in de hal van de school. En later gaat Sint ook nog bij de klassen langs. En nou maar afwachten wat het heerlijke avondje ons brengen zal. Sint is een aardige man, maar ook een merkwaardig man. Als senior houdt hij niet zijn gemak. Hij rijdt met zijn schimmel op het dak. Het barre weer zal hem niet hinderen dat hij komt bij alle kinderen. Zelfs bij de huisstudio komt hij op bezoek. Ben benieuwd wie er komt in de hoek. Misschien is hij lief en tevreden over dit geheel en is hij heel tevreden. Sinterklaas en Zwarte Piet, heel hartelijk welkom hier in de studio. Dag mevrouw Betty. Hoe hebben jullie de tijd kunnen vinden? Ja, kijk, dat is niet zo moeilijk, hè. We hebben een agenda, Pieter, en die vullen er allemaal heel erg goed in. Dus ja, als er tijd is, maken we tijd. En als er geen tijd is, maken we tijd. Dus we zijn er gewoon. Gewoon altijd. Altijd overal. Proberen aan alle verzoeken gevolg te geven. Ja. Ja. En vandaag een drukke dag gehad? Ja, het was een drukke dag, hè, Sint? Hele drukke ja, dag. Ja, het was een hartstikke hele leuke dag, maar wel een drukke dag. Ja. Wat hebben jullie al zo al gedaan? Schoolbezoeken, huisbezoeken. Ja, ik zag het net met de brandweer en wat een gedoe allemaal. Ja, en er zijn wat scholen, alleen in Nijverdal al, hè. Dus, ja, heel wat. Er is heel veel te bezoeken. Ja, dan heb je Dalen nog en Halen en Hellendoren. Ja, en we denken van Almelo, Hengelo, Enschede. Dat is natuurlijk allemaal geweest. Ja, ja, natuurlijk. Allemaal. We vliegen van hot naar Haren, hoor. En heeft u wel genoeg gegeten? Nee. Nee. Nee, daar kom je helemaal niet toe. En geen tijd voor. Nee. We hebben hier wel pepernoot staan. Ja, dat staat er. Dat doen we straks. Nou, dan doen we dat straks even, hoor. Komt vast allemaal wel goed. Dat dacht ik. Ja. En de kinderen hebben vaak een vraag. Ja. U komt met een stoomboot, ja. Ergens in Nederland, ja. Maar hoe gaan jullie weer terug? Meestal met dezelfde boot. Ja. Ja, en dan zien we nooit, hoe kan dat? Nee, nou, ik weet niet wat het is, maar
De televisie en de kranten vinden het prachtig als Sinterklaas komt. En wanneer hij weggaat, blijkt hun niet zo te interesseren. Ze weten dat het niet interessant is dat hij weggaat. Ik denk dat het gewoon moeilijk is voor kinderen om afscheid te nemen van Sinterklaas. Als je op een camping al, want ik heb altijd op camping gewerkt, dan is het al moeilijk als kinderen van weer naar huis gaan. Ja. Dat is al moeilijk. Ja. Ja. Ik denk dat het misschien gewoon verstandig is dat u midden in de nacht gewoon weggaat. Zou misschien wel kunnen, maar ik zou het wel een keer leuk vinden als ze, hè, 's morgens, morgen vroeg, bijvoorbeeld om 8:30, 9:00, als het een beetje licht begint te worden, de boot vaart de haven uit. Dat ze dan ja, dat ze kinderen ook uitzwaaien. Zou ik vinden. Wie weet. Ja. U werkt vannacht helemaal door, neem ik aan. Morgen vroeg gaat u meteen weer door naar Spanje. Morgen vroeg gaan we terug naar Spanje. Waarom gaan jullie eigenlijk meteen weer terug naar Spanje? Ik bedoel, prak er even lekker een weekje ja, lekker vakantie. Weet je wat het is? Het is hier veel te koud, joh. Het is koud. Is in Spanje warmer? En we zijn hartstikke moe, hè. Kijk, we kunnen op de boot heerlijk slapen natuurlijk, hè. Dat is ook waar, hè? Ja. En dan slapen, u heeft het over slapen. Ja. U heeft hier overal van die huizen. Ja. En de kinderen vragen zich ook wel eens af, waar slaapt hij overal en waar en hoe? We hebben hier in Nijverdal, naast de HEMA, is een heel mooi gebouw. Ja, het is wel koud trouwens, hoor, maar daar stond een bed voor ons. Ja. Boven konden de pieten slapen en die kon beneden slapen. Nou, we hebben er wel een paar keer geslapen, maar niet zoveel. Nee. We slapen overal en nergens. Ja. He? Vanmorgen nog, lag er in de slaap op de school. Ja, op school. Die was helemaal kwijt. Ja. Ja. Was de druk te maken, Piet. En we komen de school binnen, was de Blenken geloof ik in Hellendoorn. Ja, ja. Leuke school. Bed. Ja. Nou, gelukkig dat hij daar nog was. Dus, waar ik nog eens benieuwd ben, sorry Betty, maar de cadeautjes worden ook steeds duurder. Tenminste, kinderen willen steeds meer een iPad en dat soort dingen. Hoe gaat u daarmee om, Sinterklaas? Valt mee? Ja, valt reuze mee. Ja? Ja, dan heb ik iets heel duurs gevraagd. Dat is iets voor jou natuurlijk. Maar zomaar de vraag of je het dan krijgt. Hè? Ja, dat is waar, inderdaad. Je kunt het wel vragen, maar het is niet gezegd dat je het krijgt. Maar wat ik zo knap vind van u is, ook al vraag ik iets misschien heel duurs wat ik wel nodig heb en ik krijg het niet, toch ben ik dan weer blij met het cadeautje wat ik krijg van hoe doet u dat nou elke keer? Ja, dat is eigenlijk een stukje gevoel wat erbij komt kijken. Hè? Ja. De manier waarop gegeven wordt. En ook de kinderen en de mensen vinden het altijd toch prachtig dat ze toch iets krijgen. Juist. Er zijn natuurlijk, vergeet het niet, ook een aantal kinderen die bijna helemaal die niets bijna krijgen. Die weinig krijgen, ja. Dus daar moet je ook een beetje rekening mee houden. En ik denk dat de mensen dat wel begrijpen. Maar het zit toch ook allemaal niet in het grote? Nee, dat denk ik niet. Absoluut niet. Het zou niet goed zijn, denk ik. Daarom. Nee. Ik heb ook gehoord dat jullie met een film meegewerkt hebben hier. Ja. 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 Superleuk. Was heel mooi, hè? Ja, superleuk. Ja, was super mooie film. Ja. Hele mooie film geworden. We zijn, de film heet eigenlijk Sinterklaas en de... Verdwenen Pieter. Ja. 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 Er waren een paar Pieter die waren bang dat ze een examen moesten doen. Ja. En die hadden veel te veel pepernoten gegeten. En die zijn vooruitgereisd naar Nederland en die hebben hier... Bij de Wilgenwaard geloof ik, in de sporthal. Ja, hebben ze gegymd, gymnastiek. Ze zijn bijzonder goed geslaagd, hoor. Ze waren bijna net zo fit als alle andere pieten. Ja, ja, dat was echt goed. Ja. Dus ze hebben gewoon te veel pepernoten gegeten dus ja, eigenlijk. Ja. Ja. Er kwam eigenlijk dat er stond 2013 en 2010. Ja. Ja, ze waren bang dat ze over de datum waren. Alleen, er stonden 2010 zakken, maar daar had ik erop geplakt. Oh, dus vandaar. Geen 2010 zakken stonden. Ze hadden niet goed verteld. Vandaar. Weet je waar ik nou benieuwd naar ben? Ja. Als straks de uitzending is afgelopen en ik kom thuis, of er dan wat in mijn schoen zit. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Kun je daar wat over vertellen? Nou, ik denk als je thuis komt dat het er nog niet in zit. Nee. Maar als je morgen vroeg wakker wordt, ben ik ervan overtuigd dat er wel wat in zit. Dan zit er wat in. Ja, ja, zeker. Absoluut. Zeker. En ik zou er een beetje water in doen voor het paard. Want Amerika die lust erg veel water. Ja? En een wortel. Maar ook vooral één schoen helemaal vol water zetten. Ja. En als ik dat doe, kijk, ik doe altijd wel, en met mijn neefjes ook, die zijn net twee, dus die doen ook wel wat voor Sinterklaas erin. Maar eigenlijk nooit wat voor Zwarte Piet. Waar kunnen we u, Zwarte Piet, nou blemen maken? Wat kan ik vanavond in mijn schoen doen, dat ik denk, Piet, die heeft ook wat leuks. Iets van chocomel of zo. Chocomel? Ja, dat vind ik echt lekker. En dan koud of warm? Nee, gewoon koud is gewoon goed. Koude chocomel. Ja, gewoon koude chocomel. Nou, wie weet. Dus eigenlijk alle kinderen die thuis zitten te kijken, ga je vanavond je schoen zetten. Beetje chocomel. Beetje chocomel. Pak je zo een klein pakje voor. Ja, dat is goed, pak je niet zo in de schoen. En speculaasjes, die vind ik ook heel lekker. Ja, jij, maar andere Pieter dan? Ja, die lusten er allemaal. Ook. Allemaal chocolade. Ze houden allemaal wel gek op. Ja. Ik heb meegeschreven chocolade en chocolade, komt helemaal goed. Ja. Ik zou zeggen, jullie zijn nog hartstikke druk. Ja, bedankt hartstikke voor druk. Jullie komst naar de studio. Graag gedaan. En nog een hele fijne avond. Dankjewel. En
Ja. Ja, hartstikke leuk dat we hier even mochten zijn. Hè? Ja, super leuk. Ja. Ja, veel succes vanavond ook. Dankjewel. Dank je. Want het zal nog wel druk worden voor Sinterklaas. Sinterklaas die gaat morgen weer naar huis. Maar hier in Nijverdal, zoals Sinterklaas net aangaf, heeft hij ook een huis. En wij hebben even een kijkje genomen van hoe ziet het huis van Sinterklaas eruit. Hoor, wie klopt daar, kinderen? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Hoor, wie tikt daar zachtjes tegen het raam? Het is een vreemdeling zeker, die vertrouwd is zeker. Zal hem gauw eens vragen naar zijn naam. Ja, Sinterklaas is net uit de studio. Hij gaat weer door Nijverdal. Waar hij misschien ook langskomt, zijn de tuinen op Nijverdal. Die zijn klaar, dus werd het tijd voor een opening. De tuinen op het dak van de tunnel zijn officieel geopend door wethouder Walder op woensdag 3 december. In zijn kort woord vooraf benoemde hij de grote waarde van de samenwerking met de bewoners uit de buurt. Met de gezamenlijke inrichting door gemeente en de klankbordgroep en aangelegd door lokale ondernemers is er een mooi geheel ontstaan. Door de kou is er nu niet veel te zien, maar in het voorjaar zal het een prachtige tuin zijn. De wethouder hoopte dat het geen uitlaatplaats voor de honden gaat worden. Na enkele korte woorden door een vertegenwoordiger van de aannemers en van de klankbordgroep werd er een fotocollage overhandigd aan wethouder Walder. Deze collage, samengesteld met de tekeningen gemaakt door de kinderen op het tunneldak en begraven door wethouder Walder enige tijd geleden. Hierna volgde de officiële opening door het weghalen van het lint door de leden van de klankbordgroep en betrad wethouder Walder als eerste de tuin op Nijverdal. Nou, dat we veel plezier mogen hebben van het park. Precies. Dank. Ja, de tijd van kerst breken we aan. Dus ook tijd voor goede doelen, de kerstactie voor de minima. Al jaren de kerstpakkettenactie in de gemeente Hellendoorn bekend. Hoe staat het er eigenlijk mee? Nou, het staat er heel goed mee. We houden dit jaar de 21ste kerstpakkettenactie voor de minima. Wij hopen 620 gezinnen, minima gezinnen, dit jaar te verrassen met een mooi kerstpakket. Alleen, ja, we zijn natuurlijk wel heel afhankelijk van de inbreng van onze sponsoren, de inwoners van de gemeente, bedrijven enzovoort. De mensen die kunnen natuurlijk allerlei producten inbrengen. Nou, we hebben er niet een specifieke voorkeur. Het is eigenlijk je kunt eigenlijk stellen van pannenkoekmeel tot koffie, tot thee, tot limonade, koekjes, lekkere nootjes, jam, tonijn, vis, soep. Ja, ik zou bijna zeggen alles wat we lekker vinden. Nou is het dus zo dat de voedselbanken organiseren natuurlijk ook van alles en zo. Wat is de samenwerking met de voedselbank in Hellendoorn? Nou, ik denk dat die samenwerking op zich is die gewoon heel goed. En we hebben afspraken gemaakt met de voedselbank. De mensen in Hellendoorn die wat willen geven voor de voedselbank of kerstpakketten, ze hoeven geen keuze te maken. Wanneer zij het inbrengen op 19 december in het Spectrum, de Leerkamer of de Schaapskooi, dan worden eerst die 620 kerstpakketten gevuld. Ja? En daarna wat over is en wat meer is enzovoort, gaat gewoon naar onze voedselbank hier in Hellendoorn. De adressen die wij krijgen, die krijgen we binnen via de diaconie. En de diaconie kent zijn eigen cliënten. We krijgen ze via vluchtelingenwerk, Caritas, maatschappelijk werk, de Stichting Boom. Het Hulpfonds heeft adressen. Dus alle maatschappelijke organisaties die in contact komen met gezinnen waar gewoon problemen zijn. Ja, ook de voedselbank. In ons pakket zitten ook de cliënten van de voedselbank. Ja, plus minus 70 stuks. We krijgen allemaal een kerstpakket. Het is allemaal heel goed geregeld. U had het natuurlijk over de bijdrage in Natura. Maar de centjes zullen ook welkom zijn. Waar kunnen ze daarvoor terecht? Wij zijn ook heel erg verlegen om geld. Want je komt er niet alleen met het inbrengen tijdens de kerstdagen. Met de financiële middelen die we ontvangen gaan we al in juli, augustus inkopen doen. Voor elk pakket hebben we dan al een basis. En wat dan met de kerstdagen ingebracht wordt of voor de kerstdagen, daar vullen we mee af. Dus echt, geld is net zo belangrijk.
Een makelaar uit Hellendoren wordt vermoord als hij van een avondje bridgen in de bowlingboerderij naar huis fietst door Dr. Bos. Een moeilijke klus voor de recherche, aangezien er vele verdachte omstandigheden zijn. Dit wordt beschreven in de thriller De Verkeerde Man. Een spannend debuut van schrijfster Rina Steenstra. Mevrouw Steenstra, u heeft een boek geschreven. Ja, leuk. Met een eng verhaal wat zich afspeelde in Nijverdal. Hoe bent u daartoe gekomen? Ja, dat idee kwam in me op. Ik had hiervoor ook al een boek geschreven. En toen dacht ik, het is ook wel heel erg leuk om het nu een keer in Nijverdal te laten spelen. Ja, ik lees zelf veel en zelf maak je je eigen fantasie. Maar ik ging nu echt met de hoofdpersonen mee langs alle herkenbare punten die u beschrijft. Is dit uw eerste boek? Nee, dit is wel het eerste boek wat ik alleen schrijf. Tenminste, een thriller dan, zeg maar. Maar twee vorige boeken heb ik met een vriendin geschreven. Daar is het eigenlijk ook een beetje mee begonnen. Hoe ontstaat een boek? Ja, het is heel raar. Er komt ineens een idee in mijn hoofd, zo bij mij dan. En dat is vaak een begin en een eind. En dat ligt dan vast. En verder ontwikkelt zich dat en dat verandert. En dat, dan gooi je weer dingen weg en weer nieuwe dingen erbij. En zo gaat dat maar door. U beschrijft echt heel nauwkeurig de plaatsen die zich afspelen. Maar je hebt ook iets anders leuks opgenomen achter in het boek. Ja, dat vond ik zelf ook een erg leuk idee. Het is eigenlijk meer bedoeld van, mensen, Twente is zo leuk. En als je het boek gelezen hebt en je vindt het verhaal niks, dan kun je aan de hand van die stukjes erachter toch die plekjes gaan bezoeken. En dan heb je er toch nog wat aan. En als je het verhaal wel leuk vindt, dan word je misschien ook geïnspireerd om die plekjes te gaan bezoeken. Twente is zo leuk. Je blijft vaak een beetje in de buurt hangen. Maar veel weten niet hoe mooi het Lutterzand is. Met die dinkel die daar zo prachtig meandert. En daar, dat is gewoon bij Oldenzaal. Die prachtige huizen van de fabrikanten van vroeger. Dat is ook zo'n prachtig gebied. En heel veel mensen weten dat niet. En misschien worden ze geïnspireerd om daar naartoe te gaan. En mensen die daar wonen, naar Nijverdal te komen. Ja, want u beschrijft zelfs het Drielandenpunt. Ja, een heel klein stukje speelt zich af in Limburg. Dat is ook een prachtig gebied. Ja, maar dat is natuurlijk een end weg. Ja. Dit boek is af. Is er al inspiratie voor een volgend boek? Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Wordt het een soortgelijk boek? Wordt het weer even zo spannend als dit, zeg maar? Ja, dat weet ik niet. Ik ben begonnen. Ik kan er mijn draai nog niet zo goed in vinden. Het begin en het eind is er. Maar het wordt een ingewikkeld verhaal. En ik weet niet of ik dit red. Dat moet ik gewoon nog zien of ik het voor elkaar krijg dat ik het zelf goed genoeg vind. De schrijfster die heeft een boek beschikbaar gesteld voor iemand die deze week ons bericht op Facebook heeft geliked en gedeeld. De winnaar die staat hier onder in beeld. Die wint een gesigneerd exemplaar. Wilma, gefeliciteerd. Wij van Hooi zullen binnenkort even contact opnemen en misschien doen we dat wel via Facebook. Dan, alle dames van jong en oud waren woensdag aanwezig bij de Ladies Night in het Sing-In Theater. Er werd gepaaldanst, de film Gooise Vrouwen 2 werd gedraaid en er was gezelligheid. Maar hoe verging het de vrouw nu eigenlijk zonder de man? En konden ze zich wel gedragen? Nou, onze vrouwenverslinder Matthijs van de Hooi zocht het voor u uit. Let's go, girls. Ja, de vrouwen moeten natuurlijk ook vermaakt worden in onze gemeente Hellendoorne. Ladies Night. We kennen mannenavond, dat is op Bertus de Stier. Dat is lekker drank, veel drank en gezelligheid. Maar hoe zijn de vrouwen zonder de man? Ja, we gaan het even kijken in het Sinin Theater hoe dat eigenlijk is. En ik ga nog eens even vragen aan deze dames van... ladies genoeg, hè? Nou, dat is wel zeker. Huh? Ja. Ja. Wat moeten wij ons voorstellen met Ladies Night? Want even zonder de man, hoe is dat? Hoeveel mannen tel je? Ja, hier wel even veel. Hè? En alleen maar dames en het wordt een en al gezelligheid. Ja. We gaan een leuke film zien. Ja. Hoe is dat zonder de man even zo'n avond uit? Heerlijk. Ja. Toch? Ja. De kleding moet goed passen, hè, bij de vrouw, vooral op Ladies Night. Ja, dat dacht ik wel. Dat dacht ik wel. We moeten ons even laten zien, hè, met al die dames hier. Hoe moeten die vrouwen zich kleden op zo'n avond als vanavond? Ja, het is wel een Ladies Night, dus het mag eigenlijk wel een tikkeltje sexy, een beetje glitter en glamour. Dat mag wel. Als ik tegen jou zeg in één woord Ladies Night, wat zeg jij dan? Gooise vrouw. Avondje lachen en gezelligheid.
gezellig avondje met vriendinnen. Ja. Ja. Nou, gewoon eerst natuurlijk genieten van de film en daarna losgaan met bubbels en met ja. En centjes kijken, geld uitgeven. Gezelligheid, bubbels en roddels. Ja, roddels. I feel like a woman. Oh, wat heerlijk hè, zonder de man. Heerlijk een avondje uit zonder. Oh, je straalt helemaal. Ja, tuurlijk. Ja, was het zo fijn om even weg te gaan? Ja. Wat zei je man toen je wegging? Nou, veel plezier. Ja, wat dacht jij toen? Nou, dat gaat vast goed komen. Ja. Ja, goedenavond bij Sport. Ja, Matthijs die had het druk met pakjesavond, dus vandaar dat ik het even van over mag nemen. We gaan het hebben over het veldrijden. De organisatie van het Nederlands kampioenschap veldrijden maakte afgelopen zondag in de uitkijk bekend dat Van Keulen Interieurbouw in 2016 de hoofdsponsor wordt van het Nederlands kampioenschap veldrijden. Dit zal verreden worden in Hellendoorn. Onze cameraploeg van Sport Centraal was erbij en maakte de volgende reportage. Vandaag de nationale cross. Het is alvast een test op het NK veldrijden 2016. Dat moet een goed gevoel geven. Het aftellen is begonnen, lijkt me. Ja, dat klopt. En we zijn blij dat de kop eraf is en dat we bezig zijn. We zijn nog een dik jaar verwijderd van het officiële NK. Wat moet er allemaal nog gebeuren? Nou ja, we houden in volgend jaar, ook in november, houden nog een testrit. Dan gaan we het parcours wat verleggen. Wat het NK vooral echt moet worden. Dat is de laatste testcase. Dan moet hij ook zwaar zijn. En dan hebben we 6 weken later, de 9 en 10 januari 2016, dan moet het gebeuren. En dan komt hier van alles. Dan is 2 dagen volop wielrennen. Alle categorieën rijden hier dan ook. En dan komt de elite en er zijn wereldtoppers bij. Dat is geweldig. Mooi dat het is toegewezen aan Stichting Sport Evenementen en Hellendoorn. We weten wat jij en je mannen hebt. Dat wisten ze nog niet helemaal, maar uiteindelijk hebben ze je gevonden. Wat deed dat met je? Nou, dat is een heel verhaal eigenlijk, want we werden eigenlijk, ik moest de pers vernemen dat wij het niet kregen. En we hadden ons genomineerd voor 2014-2015. En we hadden de pers vernemen dat het niet wordt. En dan hadden we een fantastisch bidboek, dat hebben ze later ook erkend, dat zag er echt geweldig uit. En dan word je het niet. Dus dat was wel eventjes, nou, de storm kwam uit de oren, moet ik eerlijk zeggen. Daar hebben we heel ons stampij om gemaakt, maar uiteindelijk hebben we het keurig elkaar gevonden en we zijn erg blij. Dat we daar de handtekening hebben gezet. Want het is jammer dat het alleen maar in het zuiden van het land gehouden wordt. We kunnen het hier ook en dat zullen we laten zien. De voorzitter van het NK Veldrijden 2016. Dat doe je met een brede glimlach, lijkt me, als je dat, die benaming hebt gekregen. Uiteraard. Op een gegeven moment werd ik gevraagd door Joop van Nijen. Joop, we kennen elkaar al langer. Ook vanuit de bouwwereld. Ik heb al meerdere keer meegedraaid met Ladies Tour en met Eneke Tour. Dus ik ben wel bekende en dat doet hij ook tactisch, moet ik zeggen. Want ik heb ook natuurlijk in de bedrijfsleden heel veel contacten. En aan die kant kunnen we natuurlijk ook heel veel elkaar aanvullen. En ook regionaal. En dat is gewoon belangrijk voor een evenement als dit. En ik zie hier echt wat moois verschijnen. Moois verschijnen in de zin van, want ik hoorde net zeggen bij de persconferentie, eenmalig NK 2016. Nou, we gaan voor een internationale veldrit. Dat lijkt me veel mooier. Dat moet de uitdaging en de doelstelling zijn. Wat voor inbreng heb jij met dit NK? Heb jij überhaupt inbreng? Nee. Nee, ik probeer met raad en daad bij te zijn als het gevraagd wordt. Maar ik loop vooral niemand voor de voeten. En ik ben vooral fanatiek supporter voor het event. Waar ik wel enige inbreng in heb, is het jaarlijks terugkerende rit onder de naam van Arend Schepping, de Arend Schepping Memorial. Waarmee we willen gaan fietsen aan mensen die de sportstichting ondersteunen. Dus zowel de sponsoren en de betrokkenen, de organisatie. Maar wat ik nog veel mooier vind, is om daarmee ook jaarlijks zeg maar de jeugd in de gemeente in beweging te krijgen en te houden. En daar ga ik me enorm voor inzetten. Kunnen we jou bij het NK nog op de fiets verwachten? Wie weet dat je toch nog in het komende jaar denkt van, nou, wie weet, dat veldrijden, dat ligt me wel. Als je me nu vraagt, zeg ik nee, maar je weet maar nooit. Maar ik ben hier wel. Wat top. Echt top.
Goedenavond. Wij willen verder gaan met een iets wat politiek onderwerp, Martijn van Aalden. Ik hoop dat je de krant gelezen hebt. Ik lees altijd de krant, dat weet jij. Oké, maar nooit de onderwerpen die ik behandel. Ik weet niet waar je het vanavond over gaat hebben. We moeten het hebben over de durfbudget. Daar weet ik alles van. Heel fijn. Voor 2015 gaat het over, toch? Ja, budget maar van 35.000 euro. We hebben de wethouder uitgenodigd, wethouder Koes. Goedenavond. Ik las er wat van in de krant. We hadden het net voor de tijd even over. Jullie hebben een stukje bezuinigingen kunnen toepassen door budgetten voor maatschappelijke instellingen, verenigingen en dergelijke subsidieaanvragen daarvoor bij anderen neer te leggen. Dorpsraden, daar ging het al zo vorig jaar of dit jaar. Nijverdal was even een buitenbeentje. Waarom? Ja, dan is Nijverdal vaak misschien een buitenbeentje. Zijn jouw woorden. Ja. Nijverdal heeft geen overkoepeld orgaan. Helderdoorn heeft inderdaad de dorpsraden en de rest hebben in de kern en plaatselijke belangen. Ja. En die hebben een rol in het afgelopen jaar al genomen en dat ging heel goed. Maar we hebben geen overkoepeld orgaan in Nijverdal. En die vraag hebben we uitgezet onder andere bij Helderdoorn samen. En om mee te denken van hoe zouden we dat in Nijverdal kunnen organiseren. En uiteindelijk kwam in die brainstorm sessie naar voren, maar zou het Helderdoorn samen kunnen doen? Ja. Of zou een commissie uit Helderdoorn samen dat kunnen doen? En dat heeft eigenlijk wel gehoor gehad. En vervolgens hebben ze zich verdiept. Er is iemand voor Arcon, dat is een ondersteuningsbureau. Maarten Wittevin, de directeur, ja, die heeft ook de anderen begeleid. En die hebben hun ook weer begeleid. En uiteindelijk is Er is nu een wezenraad van mannen en vrouwen, zo'n 7 personen. Dat is, Nou, ik wil even beperken tot Nijverdal. Ik las dat er zo'n 35.000 euro beschikbaar is volgend jaar. Correct. We hadden het er net even over. Het is niet helemaal exact aangegeven hoeveel elke kern krijgt, want het is van verschillende dingen afhankelijk. Maar wat zijn nou de voorwaarden om te voldoen aan een om subsidie te krijgen? Nou, een heel kernwoord is de leefbaarheid in dit geval voor Nijverdal. Daar moet het in ieder geval aan voldoen. Wij gaan als gemeente dus een hele globale kader meegeven. Ja. Dat moet je voorstellen 1 à 2 à 4. En aan de hand daarvan kan die werkgroep gewoon zelf beslissen wat goed is voor het dorp. En dan weten de mensen die in het dorp zelf wonen, weten natuurlijk vaak het beste wat om de leefbaarheid te bevorderen, wat er allemaal voor nodig is. Dus mensen die op dat terrein een aanvraag willen doen, die kunnen daar bij deze mensen terecht en die gaan dat beoordelen. En die gaan het bedrag dan ook toekennen. Of misschien wat verdeeld moet worden. Als er meerdere aanvragen zijn, ja, dan zou je moeten kijken hoe je die verdeling moet doen. Die mensen gaan het beoordelen en dan komt er vast natuurlijk weer een controle van de gemeente achteraf. Nee, dat gaan we niet doen. Okay. Nee, want wij gaan ervan uit dat er in een dorp, dat er zoveel mensen meepraten en meekijken, dat er heus wel mee gebeurt wat er afgesproken is. En een extra onderzoek daarachteraan, dat lijkt ons niet goed. Nee, dus dit is wel degelijk een besparing die jullie op het ambtelijk apparaat kunnen doorvoeren. We hebben tientallen subsidies te verstrekken. Er moeten nog een aantal. Dat vergt heel veel werkzaamheid. En op die manier, en dat past ook meer in deze tijd, dat je een terugtredende overheid hebt, maar dat de samenleving zelf heel veel dingen gaat doen. En wij zagen in onze gemeente een kans om dit uit te rollen. En dat merk ik ook, want je ziet in andere kernen dat ze met veel enthousiasme zijn begonnen. Ja. En dat functioneert echt goed. Dus ik heb veel hoop ook voor Nijverdal. Dat gaat ook goed komen. Maar waar zo, trek ik even naar ons toe als hooi. Waar moeten wij nu aanvragen? Ik bedoel, wij betekenen niet alleen wat voor Nijverdal, maar wij betekenen wat voor de hele gemeente. Ja. Kunnen wij nu bij elke kern een subsidieaanvraag doen? Dus we hebben dus gemeente overstijgend, mag ik zomaar even noemen. Dus ook kern overstijgend, dat is misschien een beter woord. Op dit moment. Daarvoor gaan we wel de subsidie zelf behandelen. Okay. En er zijn meerdere die dus gemeentebreed acteren. En daar verstrekken wij de subsidie aan. En daar vallen wij als we zijn eigenlijk vier grote lijnen. Sportsubsidie, voor de jeugd met name. Voor de harmonie en fanfares, die daar dan niks zijn. Dat is ook een andere lijn. Dit is een lijn, dus voor de leefbaarheidlijn. En nou de vier ontschiet me even. Maak even niet op, maar waar verwacht u nu de subsidieaanvragen in Nijverdal van? Zijn dat meer de buurthuizen en moet ik in die... Dan hebben we precies de vierde poot. Dus wijk- en buurtverenigingen. Ik kom in de politiek zitten. De wijk- en buurtvereniging blijft helemaal overeind, soort het was. Dus we hebben een hele mooie structuur met wijk- en buurthuizen. Dus die krijgen allemaal hun vergoeding zoals ze in het verleden ook hadden. Dat is gewoon overeind gebleven. En dat verandert hier ook niet mee. Dus die hoeven geen aanvraag te doen. Maar wie wel dan?
Nou, misschien wat er nu met de ijsbaan gebouwd wordt. Je hebt een van Bruis en Nijverdal, Stichting Evenementen Nijverdal. Zo zijn er meer die wat activiteiten zo willen ontwikkelen. Maar er kan ook een groep bijvoorbeeld zijn die een soort popfestival, ik zeg maar wat bedenken, of een koorfestival. Is dat dan een mooie dag daarvoor in het seizoen? Dan kan die commissie dat beoordelen van op die manier trekken toch veel mensen naar Nijverdal. Maar ook heel veel Nijverdallers hebben daar plezier in. Ja. Hè, want dat zal ook, hoeveel zit er in zo'n potje dan? Dat is die 35.000. Voor Nijverdal. Dat is alleen voor Nijverdal. Hè? Nou, als ik weet wat Bruis Nijverdal moet kosten. Ja, maar die hebben dus ook op een andere manier hun inkomsten. Maar die hebben nooit zoveel subsidie gehad van de gemeente. Nee, oké. Ik weet niet of het veel is, maar daar ben jij weer van. Nou ja, het is nooit genoeg. Ik bedoel, een vereniging of wie dan ook die wordt aanvraagd, wil altijd meer. Wij als Hooi ook willen altijd meer. Dus goed, ik hoop daar vanavond misschien basis voor. Dan kunnen straks nog even netwerken bouwen. Ja, nou, ik weet niet of het lukt. Ik denk dat ik dan beter met de wethouder Meentema kan gaan praten. Oh, dat kan die ook. Mij meer geld op zak dan de heer Koes. Dat denk ik niet. Nee? Nou, dan zijn we toch bij de goede man. We hebben peper nodig, dus we gaan straks even gezellig... Ja, nee, ik anticipeer een beetje op alle decentralisaties. En dan zetten we wel het meeste geld op dat terecht. Begrijp ik. Het is heel mooi. Ik hoop dat het voor mij wel ook gaat werken. Voor de andere kernen werkt het. Ja, dan moeten we er gewoon van uitgaan dat het voor mij wel gaat werken. Ik wil u enorm bedanken voor het op korte termijn willen komen hier, maar ook voor de heldere uitleg. Dank u wel. Ja. Nou, zelfs voor mij was het duidelijk. De gasten van politiek gaan net weg. Ik weet even hoe het zit. Wij gaan straks even lobbyen of wij ook als Hooi wat meer centjes kunnen krijgen. Dan rest nog de culturele agenda. Want vanaf zaterdag gaat de schaatsbaan in Nijveren open. Op verschillende dagen zal er een leuk programma zijn voor jong en oud. Op zondag hebben ze live muziek. Woensdagmiddag is de disco schaatsen. En ik weet op zaterdag ben ik er om te draaien. Dus dat wordt één grote gezelligheid op de schaatsbaan in Nijverdal. Dan de traditionele kerstmarkt. Verpleeghuis Krunsom in Hellendoorn is dit jaar op woensdag 10 december. Daar is de kerstmarkt daar. Deze is voor iedereen toegankelijk van 11:30 tot 16:00 in deze plaats. In de vernieuwde wandelgangen van het verpleeghuis. Op deze markt zijn verschillende kraampjes met onder andere bloemstukken, sieraden, hout en zelfgemaakte artikelen. Ook voor de inwendige mens wordt gedacht. Zo staan de kraampjes met Molukse hapjes, koek, soep en oliebollen. Nou, dat belooft dus één grote gezelligheid te worden. Wilt u het nieuws in onze gemeente van uur tot uur volgen? Kijk dan op onze website hoimedia.com. Tevens zouden we het leuk vinden. We zijn er wat actief mee bezig als u onze Facebookpagina even liked. Dan kunt u daar alles volgen en u ziet ook wat wij volgende week weer in onze uitzending hebben. Hierna kunt u kijken naar Twente Breed. Mijn gasten, bedankt voor uw komst in de studio. Sinterklaas is alweer weg. U thuis, bedankt voor het kijken. Vanavond is pakjesavond. Ik zou zeggen, ik wens u een hele fijne pakjesavond. Ik ga snel naar huis kijken of Sinterklaas wat in mijn schoen heeft gedaan. Dank voor het kijken. Tot zover. Tot volgende week. Met de kerstdagen kunt u weer kijken naar het kerstprogramma Onder de Kerstboom. Jong en oud vertellen een verhaal over bijzondere mensen. Wie zet u dit jaar in het licht? Is het een vriend die u bewondert? Of misschien wel uw vrouw? Of je ouders? Ook dit jaar sta ik weer bij de kerstboom om u te ontmoeten. Wat is uw wens? Mijn wens is: één lichtje is sterker dan alle duisternis van de wereld. Ik wens dat iedereen gelukkig mag zijn. En jij? Dat iedereen gezond mag blijven. En jij? Iedereen bij elkaar blijft. Wilt u ook uw verhaal doen? Geef u dan op bij info@hoitv of kom op donderdagavond 11 december naar de kerstboom bij de ijsbaan.